I'm glitching like a En ik zeg yo, vriendjes en vriendetjes, welkom terug bij Daddy Cool. Yeah, workaround, workaround van de workshop glitch. Ja, en je ziet het al, hè. Hij is niet solo, helaas pindakaas. Nee, je hebt voor deze een vriend nodig die ook een workshop heeft, ja. Wat gaat als allereerste, wat gaat de vriend doen? Die gaat de quickjob starten, activiteit, arm wrestling. With Friends in Session. Quick job, arm wrestling with Friends in Session. En we zitten in een invite-only sessie. Op een gegeven moment zullen wij de melding krijgen dat de vriend in de quick job zit. Dus de vriend staat in zijn eigen workshop met de quick job aan. Oké, nou, wij gaan inmiddels eventjes naar buiten. Hè, een nieuwe glitch, jongens. Ja, en op zondag gepost. Nou, dat is wel heel bijzonder. Nou, goed, we gaan hem eventjes helemaal voordoen. Ik vind het niet de allerbeste glitch, maar oordeel er vooral zelf over. Ik ga hem gewoon voordoen, stap voor stap. En dan moet je zelf maar beoordelen wat je ervan vindt of wat je er niet van vindt. We gaan als allereerste, en dat is het makkelijkste, een auto pakken uit een andere garage. En het is echt makkelijk als die autogarage daar vlak naast jouw workshop staat. Oké, pak even een random auto. Je gaat deze auto niet verliezen, maar we gaan deze auto even geven om te blokkeren. Wat gaan we doen? We gaan in de workshop van de vriend rijden. Nogmaals, deze zijn op dezelfde locatie gesitueerd. Dat hoeft niet per se. Maar dit maakt het natuurlijk allemaal wel wat sneller en wat makkelijker natuurlijk. Dus ze rijden de workshop in van de vriend. De vriend zit nogmaals nog steeds in die quickjob te wachten. En wij rijden heel even rustig zo op, zo de workshop in. Oké, we staan bij de vriend in de workshop. En vervolgens gaan we de vriend even joinen. Hoe doe je dat? Je doet je options menu openen. En dan ga je vervolgens naar de vriend toe die bij jou in de sessie zit. Dus laat de mechanics list staan. Ga naar options, dan ga naar players. En dan doe je de vriend joinen die bij jou in de sessie zit. Daar zal bij staan join game. Oké, accepteer die maar. We krijgen deze zwarte alert screen. Nu gaan we vragen of de vriend de quickjob sluit. Hoe doet ze dat? Telefoon omhoog, gaat ze naar de quickjob, klikt ze één keer aan. En dan doet ze de telefoon weer naar beneden. En dan zie je dat er geen melding meer is, dat er geen quickjob meer is. Oké, vriend is uit de quickjob, dan kunnen we deze melding accepteren. En we wachten even een paar seconden, je hoort doef, doef, doef op de achtergrond. En dan kun je de tweede melding ook accepteren. Dan ga je heel even richting de golfbaan. En als je daar dan weer terug, kom je terug in de workshop. En direct uitstappen, direct, gelijk uitstappen. Dus eigenlijk als je jezelf in de wolken ziet, begin je al op driehoekje te spammen of op de Y-button om uit je voertuig te stappen. Heb je dat gedaan? Nou, is deze stap ook weer gelukt. Lekker man. Wat gaan we doen? We gaan uit de workshop van de vriend en we lopen eventjes naar buiten. Als wij buiten staan, zal de auto zichtbaar worden voor de vriend. Ik zal het eventjes laten zien. Mama Cool die krijgt nu die auto zichtbaar bij haar in de workshop. Wat gaat ze doen? Zij gaat in die auto zitten. Ze heeft toegang tot die auto en ze gaat in jouw auto zitten die bij haar in de workshop staat. Oké, heeft ze dat gedaan? Blijft ze lekker wachten tot we zeggen dat ze eruit mag. Wij gaan onze eigen workshop nu in en daar zien we ook die auto staan. Dus we zien ook de auto staan die Mama Cool op dit moment vasthoudt door erin te blijven zitten. Pak even de tweede random auto. Ook deze auto ga je niet verliezen. Wat doen we? We klikken op het rechterpijltje en we gaan met deze auto de modshop in. We zullen dus op de andere auto klappen. 1, 2, bam. Lekker wel. Oké, verander even één ding aan deze auto. Dus armor, zet hem even op goedkoop en zet hem gelijk weer op duur. En dan kost het eigenlijk bijna geen geld. Dus één ding veranderen en dan terug uit de workshop, terug naar je garageplek. Heb je dat gedaan? Oké, dan zijn we nu de volgende fase. Nu kunnen we rijden in onze workshop. Let op, we gaan nu in de auto zitten die we willen dupliceren. Dus de auto die je wilt dupliceren, een auto met veel upgrades, hè, dus geen dure Krieger of een weet ik veel, al die dure auto, Emirates. Nee, je gebruikt deze Arena Upgradable auto's. Auto met veel upgrades die veel waard is. Ja, want je krijgt namelijk geld voor de upgrades. Daddy, ik krijg maar 3 ton voor mijn Deluxe. Ja, dat klopt. Maar je moet ook luisteren en je moet ook een keer de beschrijving van de video lezen. Want daar staat het altijd in. Oké, de auto die je wilt dupliceren. Nogmaals, gaan we helemaal zo voor de deur zetten dat we er niet meer uit kunnen stappen aan één kant. Zie je? Helemaal geblokkeerd aan één kant van de deur. Oké, nou,
stappen we uit, dus aan de andere kant. En dan pakken we het tweede voertuig en daar, je raadt het al, gaan we de deur mee blokkeren van de passagierskant. Dus aan de andere kant van de auto gaan we dan ook de deur blokkeren. Dus pak maar even een andere auto. Die rijden we er ook even zo voorzichtjes die kant uit en die rijden we dan tegen die deur aan, zodat beide deuren op dit moment geblokkeerd zijn. Dan kunnen we, als het goed is, nu in de auto teleporteren. Test dat van tevoren. Dus ga nu eerst even op driehoekje of op de Y-button klikken om te kijken of je in de auto teleporteert. Doe je dat, kan je er weer uitstappen. Dus weer een Y-button of de X-button, het driehoekje om uit te stappen. Nu gaan we voor de deur staan. Dan hebben we de optie op exit de autoshop te doen. Dat doen we kruisje en driehoekje tegelijkertijd. In één keer, bam. En dat is de Y-button en de E-button op de Xbox. Hè. Dus tegelijkertijd. Dus instappen in de auto en de accepteren dat je uit de workshop wil. Nu sta je buiten met de duplicatie. Maar hij is nog niet goed. Wacht even jongens, blijf even wachten. Dit is nog niet de goede. Wat gaan we doen? We gaan de mechanic bellen. En bij de mechanic gaan we bellen naar een autootje die jij wil opgeven voor deze glitch. Dit is de auto die je gaat verliezen. Ik heb deze auto's staan in die parkeergarage naast mijn workshop. Dat is ideaal. Dus pak even een Elegy uit die garage. Gratis Elegy, die vragen we op. Op het moment dat je hem aan hebt gevraagd, ga je tot 10 tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, echt even serieus. Even 10 tellen. En dan laat je de vriend uit de auto stappen. Op het moment dat hij uit zijn workshop uit die auto stapt, dan krijg jij een nieuw kenteken. En dit is een schoon kenteken. Een schone kenteken die komt vanaf die Elegy die jij net hebt opgebeld via de mechanic. Dus dit is een schone auto. Kan je zo verkopen mits je aan de verkoopregels houdt. Hoe gaan we hem opslaan? Nou, door hem achterin onze MOC te rijden is een mogelijkheid. Door naar de CEO-garage te gaan met een lege garageplek en een modshop. Dan zet je hem in de CEO-garage. En dan doe je hem gelijk naar de modshop, verander je één ding, is die ook gezaved. Maar dit is natuurlijk by far de allermakkelijkste manier om hem in de garage te rijden, daar waar de Elegy vandaan kwam. Let goed op, dus waar de Elegy vandaan kwam, daar rij jij de auto weer terug naar binnen. Daddy, kan het ook met de Vecchio? Ja, het kan ook met de Vecchio. Waarom moet het altijd anders? Ja, wat neem gewoon een gratis Elegy, man. Die is gratis. Daddy, kan het ook zonder workshop? Daddy, kan het niet in de arena? Daddy, kan het niet in de Los Santos Customs? Daddy, kan het niet in de CEO workshop? Nee, gasten, anders zou ik het toch wel gezegd hebben. Ach, help. Oké, gasten, daar gaan we weer. De rinse en repeat stappen. Hoe ga je deze glitch verder doen? Nou, jij rijdt weer met een random auto van jouzelf. De modshop in van de vriend. De vriend start weer een quick job. Activiteit, de arm wrestling, friends in session. Wij kunnen hem vervolgens joinen. We gaan de online players join game. Als we in het zwarte scherm zitten, sluit de vriend de quick job en wij kunnen deze melding accepteren. De volgende melding wachten we 5 seconden en dan accepteren we deze ook. En beginnen we nu op driehoeken te spammen. Uitstappen. Ja, zo snel mogelijk uitstappen. En als we dan zijn uitgestapt, dan lopen wij naar buiten. De vriend zal de auto zien verschijnen. Hij gaat in jouw auto zitten en wij lopen onze eigen workshop binnen. En dan zien we zo dadelijk, als het goed is, ook de auto staan. Ja, oké. Dan gaan we weer volgende stappen. Wat gaan we doen? Een random autootje meenemen. De modshop in. Verander even één ding. En we zetten hem weer terug. Oh. Lekker wel. En we zetten hem weer terug op zijn parkeerplek. Check. Ook dat is weer gebeurd. Dan gaan we de auto pakken die we willen dupliceren. Auto met veel upgrades. We kunnen weer rijden in onze workshop. En we rijden hem zo dat beide deuren geblokkeerd zitten. Dus eerst zet je hem zo neer dat één kant tegen de roldeur aan staat. En dan pak je een tweede auto. En daarmee doe je dan de andere deur ook blokkeren. Zodat je in de auto kan teleporteren. Ja, check dat ook altijd. Hè? Of je echt daadwerkelijk in de auto kan teleporteren. Kan je dat? Dan ga je voor de deur staan en dan doe je op exit en instappen tegelijkertijd. Driehoekje, kruisje of Y-button, E-button tegelijkertijd. Buiten aangekomen bel je weer de mechanic. We wachten 10 tellen en dan vragen we of de vriend uit de auto stapt. Jij krijgt een schoon nieuw kenteken en jij rijdt deze auto in de garage waar de Elegy vandaan kwam. En dit is alweer duplicatie nummer 2. Yeah, lekker. Daddy, hou je de tijd in de gaten? Hello guys, Mr. Boss for the Loose here. En in today's video. Oh, hij duurt bijna langer dan 10 minuten. Ik moet opschieten. jongen. Wat een werk. Schiet op. En snel die gewilde koek naar binnen proppen. Yo, dit was er voor mij. Nee, die kon zijn. Ik had heel erg. Yo. Hello guys, Mr. Boss for the Loose here. And in today's GTA video, we're not gonna talk about anything. I just want to drive my McLaren. And I need your money. Money. I just want your money.